Vandaag gaan we een masterclass houden over de werkkostenregeling. De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2011 verplicht voor alle werkgevers. Maar er gold nog een overgangsregeling, waardoor veel werkgevers de werkkostenregeling nog niet hebben ingevoerd. Maar vanaf 1 januari moet die dan toch echt door alle werkgevers worden ingevoerd. Dus vandaag gaan wij een aantal werkgevers informeren over de inhoud van de werkkostenregeling. Ik ben naar deze masterclass gekomen omdat we een uitnodiging hebben gehad van de ondernemersbelang Flevoland. En iedereen moet eraan geloven aan de werkkostenregeling. Dus het is goed om er even heel intensief naar te luisteren. En dat was de gelegenheid voor. Wat kan ik daarvoor vandaag van zeggen? Concreet dat de wet en regelgeving een stuk duidelijker is geworden. Ook dat wij als de wiedeweerga aan de slag moeten. Want we hebben eerlijk gezegd nog maar 3 maanden te gaan. En 1 januari, zoals wettelijk is aangegeven, is het nu verplicht om eraan deel te nemen. Dus ik wil niet achterlopen wat dat betreft. Dus ja, goede informatie gekregen. Duidelijk, rustig. Uiteengezet en, maar het laatste, maar niet het minste, ik vond dat ze met hele goede praktijkvoorbeelden kwamen. Dus dat sprak mij als ondernemer zeker aan, ja. Nou, ik vond het erg leuke workshop, masterclass die we hebben gegeven. De werkgevers die in de zaal zaten waren erg enthousiast over het verhaal. Er werden veel vragen gesteld, dus een mooi interactieve middag gehad met deze werkgevers. En goede vragen gesteld, ook heel specifiek over hun eigen situatie. En de andere deelnemers hebben er ook veel aan gehad aan al die voorbeelden. Dus het was een goed besteden middag.